hele goede morgen. Het is zondag en welkom bij een nieuwe vlog. Het is droog, het is koud volgens mij en ik ben klaar en ik ga even mijn dingetjes doen. En de rest van de dag weet ik eigenlijk weer niet. Laatste dag van de vakantie, dus ik denk dat we lekker gaan chillen met z'n allen. Dus, let's go. En we moeten gewoon gaan krabbelen. Oh my god. Nou ja, hopelijk is het tijdelijk. Aardappeltjes, kip voor mij, kip voor Ron en Vas, en lasagne voor Nio en Sla. Puberacties. Dat is ook een jas die je daar ook lang niet blauw. Die Milana is ook niet. Ja, fake fur. Die is natuurlijk chill modus. Niet enthousiast hoor. Mijn moeder zit niet in chillmodus. Wat hoor? Is dat een kilo? Wat is er dan? Wat had je gestuurd dan? Ik verwachtte. Hey, oké. Okay. Het is privé. Gaan we het niet over hebben. We zitten weer eventjes de agenda in te vullen met een bak koffie. Want morgen begint het normale leven weer. Dus, morgen naar het ziekenhuis, een botanalyse, een foto. Dus ik ben er benieuwd, hè. Maar ja, dan neem ik jullie weer gezellig mee. En Niootje gaat gezellig mee, want die heeft uitval. Tot... Niet uitval, onze lessen beginnen gewoon later. Dat is het gewoon. Oh, haar lessen beginnen gewoon later. Die begint om 10:30, dus die kan ze gezellig met mama mee. Dus dat is wel fijn. Dus, maar bij deze ga ik ook de vlog afsluiten, want ik heb verder niks met vloggen dadelijk. Dus ik zie je morgen. Bye bye. Goedemorgen, het is maandag. Ja, 8 uur en we zitten al in de auto. Gezellig naar het ziekenhuis. Is ze nog gezellig? En deze meid gaat gezellig mee. En na het ziekenhuis gaan we gelijk naar huis en hier ook nog alles doen. Haar beter aankleden, want ik zie er nou niet uit. Opmaken, maar haar doen en dus ik er niet uit. Ja,
En jij kan ook even neus gaan. Ik hoef pas om 10:30 te beginnen. Dus ze gaat gezellig met mama mee naar het ziekenhuis. Een verneukte flamingo, ja. Dus, ik ben benieuwd. Eerst foto maken en daarna krijg ik een botanalyse. En iets wel leuk. En daarna dan zijn we klaar. Dus ik hoop dat het allemaal lekker een beetje snel gaat. Doei! Dit en joh. Hoe? Oh, outfit of the day. Jas, sjaal, spijkerbroek, Nikes. Hoofdpijn. Zo, het is inmiddels 11:45. Ik ben een tijdje thuis. Ik heb een botanalyse gehad. En een kwartier daarna krijg ik de uitslag. En je kan het even letterlijk zeggen dat ik zo breekbaar ben als een rietje. En hij liet mijn grafiekjes zien en je had blauw, groen en rood. En je hoort zeg maar boven het groen in het blauw te zitten. En ik stond dus helemaal onder in het rood. Nekslag nummer 2. Want de eerste nekslag heb ik natuurlijk al een tijdje geleden gehad. Door te horen te krijgen dat ze er niet veel meer aan konden doen aan het verdere lichaam. En nu krijg ik dit er nog eens bij. Dus. Ja. Ik heb gehuild, ik heb gegild in de auto. En Naomi was bij me. Het kind was ook helemaal down geslagen, gewoon wat terecht is. Ja. Ik sluit de vlog vandaag ook af. Ik heb geen zin om te vloggen vandaag. En eigenlijk wil ik de hele vlog afkappen deze week. Maar ik sluit hem voor nu af en we zien morgenochtend wel verder. Maar voor vandaag doe ik even niks meer en heb ik geen zin meer. Dank voor het kijken. Ik zie jullie morgen. Ja, nu doei. En daar zit ze weer hoor. Een goede middag. Het is dinsdagmiddag. 2:30 of zo. En ik heb lekker ontstoken ogen. Dus ik ben half make-up of toast make-uploos. Maar goed, ik heb vandaag dus niet gevlogd. Nee. Ik heb niet zoveel zin gehad vandaag. En ik krijg ook niet zoveel zin vandaag. Nee. Ik heb gisteren een project A-update online gezet. Even op het i'tje klikken, dan kan je het zien. En ja, dan gaf ik aan dat ik gewoon even geen zin heb om te vloggen. Mijn kop zat er gewoon niet naar en veel doe ik toch niet. Een beetje bank hangen en zo. Dus ja, en dan met die dikke kop. Die dikke ogen, daar word ik niet vrolijker van, dus nee, ik heb me besloten gewoon deze vlog af te sluiten en het even te laten voor het nu is. Ik start morgen een nieuwe vlog, ik ga morgen bloed prikken, want dat ben ik vandaag wezen doen, maar er stond een rij tot op de gang. Ik denk nou, dikke lul, 3 bier, maar ik ga naar huis. Daar ga ik niet op staan wachten, daar heb ik geen zin in. Toen ben ik vanmiddag teruggegaan, toen was het nog fucking druk. Ik denk, ik heb geen zin in. Dus ben ik naar huis gegaan en morgen weer een dag. Dus. En vandaag heb ik ook niet veel te vloggen. Vandaag spaghetti maken. Nou ja, lekker boeiend. Dus verder niet veel eigenlijk. Ik wil gewoon even een beetje beter worden. Ik ben een beetje snotty. En dan die ogen en het hele complete plaatje bij elkaar. Nee. Even geen zin meer. Dus, ik hou het voor gezien voor deze vlog. Excusez-moi. Dat is niet anders. Kindermeisjes hebben het toch? Jullie hebben ook wel een dipje, denk ik. Ja. Als je nou echt een diepe dip hebt, hè, wat doe jij dan? Laat me dat eens weten in de comments, als je wil. Ik ben wel benieuwd naar.
Dus, bij deze sluit ik de vlog af. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als je het wel of niet leuk vond. Dit is niet zo om te volgen. En, zullen we dan maar afspreken dat ik jullie dan gewoon morgen weer zie? Ja? Oké. Tot morgen. Doei.